Welkom bij Kunst. Vanavond staan we bij Martini Plaza, want we gaan naar de Chippendales. Dit is Astrid van de redactie. Zijn we ook heel graag mee. Waarom, Ast, vertel eens even. Ik wil Piemels zien. Ja, haar versie van Bier en Tieten. Piemels en Prosecco. Precies. Daar gaan we voor. Volgens mij valt hij niet meer veel aan toe te voegen. Dat denk ik ook niet, nee. Het lijkt bomvol. Wel op een kippenhok, toch? Ja, absoluut. Kijk maar. Ja, staat te wachten. Ja, natuurlijk. Ja. Wat verwacht je ervan? Ja, geen idee. Ik hoop een hele leuke show. Ja. Ja. En ik denk niet dat er heel veel mannen zijn. Nee, denk ik ook niet. Maar wel. Voor mij nog meer, toch? Ja, dat is waar. Wat voor mannen vind je leuk? Dat maakt me niet uit. Dat is een beetje gespierd zijn. Ben je gespierd? Dat is het belangrijkste? Ja, en gezelligheid. Gezellig. Ja. Misschien word je wel het podium opgetrokken. Nou, wie weet. Nou, dat zou wel mooi zijn, hè? Wat verwacht je van de Chippendales? Ja. Nou, niet van jou, van hun. Ja, nom nom. Lekker hapje. Nom nom. En vinden jullie allemaal dezelfde mannen leuk of zijn er verschillen? Waar val jij op? Maar, wat wil je zien? Ja. Ja, ik moet ze eerst zien. Maakt jou verder niet uit? Nee. Gewoon lekker. Van de Chippendales. Ik weet nog niet hoe ze heten, ja? Ik ook niet. Ik hoop dat ik niet afgeleid raak door die tepels? Spieren. Oh, tepels. Okay. What's life like as a Chippendale? Life's great. I mean, this is like literally the best job in the world. We get to hang out with our friends every day, perform for thousands of beautiful women every night, and get to travel the world and experience something that not a lot of guys get to experience. Is there any downside to this? You know, so far, not really. We travel to a different town almost every day. But in hindsight, you look at the ability to make people smile on a nightly basis, and there's really no downfall to that. When you were growing up, did you always wanted to be a Chippendale, or did you have other ambitions? I think you'll notice that most of us actually began in another profession, and Chippendales kind of found us. I owned two vitamin stores, JJ was in the military, like, so we both have completely different backgrounds, and all the other guys have different backgrounds too. And then it all kind of comes together, you know? They find the guys with the right personality, the right stage presence, guys that can dance, that love to perform, and it makes up Chippendales. And how does the recruitment process go? It's a very rigorous process, actually. Usually all of the auditions are done in Las Vegas. I can remember my audition had 500 guys there, and they were only picking five that day. Mine so wasn't that difficult. I was quite fortunate. I had a few friends, like Billy's my roommate on this tour, and a few of the seniors helped me out, but I got there and there were about 17 people and two of us were being picked, so he comes from the old school days, the good old days. During shows, you rip off a lot of t-shirts. Oh boy. How many do you go through?
per year? Do you have the exact count? We go through thousands. I remember last year we ordered 5,800 tearaway tank tops. So that's a lot. We go through thousands of t-shirts, yeah. And are they prepared to rip easily, or how does it... Because if I try to rip a t-shirt, it doesn't go... No, easily. This right, right, JJ. This is what gets us prepared. Yeah, But the bottom line is, you know, we are gentlemen and we do take the job very seriously. Even though we don't take ourselves very seriously, we take Chippendales very seriously. As a last question, do you have any good pickup lines for the male viewers? Because we know you have experience as a Chippendale. You know, I don't have any. I've never used any pickup lines. I've heard a couple of good ones. I know a few funny ones. I don't know how borderline appropriate. Say a they funny are. One. Okay. I've got a funny one. Say one, yeah. Okay. Baby, my love for you is like diarrhea. I just can't hold it in. That's pretty gross. Exactly. But as we said, we don't take that too seriously. The best way to, as I think, pick someone up is honesty, look him in the eye genuinely, finding something you find special about them, and being honest with it. Like yourself, you have lovely eyes. Oh, well, thank you. Yeah. My favorite funny pickup line, how much does a polar bear weigh? Enough to break the ice. My name is Billy. How are you? That probably will work, yeah. I hope so. Bachelor. I'm going to use that tonight at the after party. Well, thank you. Thanks for having us. Nou, ik kan er wel drie opnoemen, maar ik weet niet hoe ze heten. Dus. Maar ik vond het echt geweldig. Ik heb de bar van gekregen. Nou, inderdaad. En dan hadden je vrouwen die nu nog constant in de rij staan. Om met de open boot te lopen voor een tientje. Ja, hij kwam alleen maar in een poster. Wel een mooie kalender. Heel mooi, ja. Ik zou zeggen, volgende keer weer heen gaan. Absoluut. Ik ga wel. Als het volgende keer vijf keer zijn, dan heel veel. Zeker. En nu over naar Bibi. We staan hier bij het Stripmuseum, waar het 60-jarig bestaan van het blad De Donald Duck wordt gevierd. Kun je iets vertellen over hoe het begonnen is met Donald Duck? Donald Duck is begonnen als een bijrolfiguurtje in een tekenfilmpje, een Amerikaans tekenfilmpje. Mm-hmm. Silly Symphony. Mm-hmm. Dat ging eigenlijk... Over een kippetje, een hen, de wise, misschien, even kijken hoor. Ja, de wise little hen zie ik daar staan. Ja, heette de wise little hen en maakte onderdeel uit van een serie, de Silly Symphonies. Oké. Okay. En hij was daar een bijrol, een enorme driftkikker en een vlierenfluiter. En eigenlijk zijn ze later, toen een stripserie gaan maken... aan de hand van die tekenfilmserie, die Silly Symphony. Mm-hmm. En daar is Donald Duck steeds verder op de voorgrond getreden. Dus eerst heette de strip heette gewoon Silly Symphony. En vervolgens werd het Silly Symphony featuring Donald Duck. Mm-hmm. En toen later hebben ze er zelfs Donald Duck helemaal als titelheld
Ze had eerst een bijrol, ja. Toen was het featuring en toen was hij eigenlijk de hoofdrolfiguur. Ja, klopt. Ja. Ja. Okay. Gaat een wereld voor me open hier, want ik mocht vroeger van mijn ouders nooit de Donald Duck lezen of iets kijken van Walt Disney. Even kijken, hier staan we bij de stamboom van Donald Duck. Ja, klopt. Vertel, waar is Donald? Nou, Donald die zit dus hier. Oké, okay, ja. En hier heb je dus zijn zus, Dumbella Duck. Ja. En die is op een bepaalde dag is die de neefjes bij Donald langskomen brengen. Omdat ze het van de dokter rustiger aan moest doen. Oké. Okay. Maar ze is nooit meer opkomen halen. Hmm. Dus eigenlijk is Dumbella Duck nog maar één keer in beeld geweest. Ja. Eigenlijk inderdaad in één stripje waarin ze kon brengen en verder nooit. Kun je iets meer vertellen over de sociaal-culturele aspecten van de Donald Duck? Hoe bedoel je? Nou, we zien bijvoorbeeld geen zwart eendje in de Donald Duck. Nee, dat is zo. Voor zover ik weet is dat een sociale problematiek die de Donald Duck nooit heeft aangeraakt. Op zich hoef je je er ook niet aan te storen, want het zijn eenden. Mm-hmm. Ze doen er dus ook niks mee. Je had misschien ergens een zwarte eend, een zwarte rol kunnen bedenken, maar dat hebben ze niet gedaan. Ik mocht er nooit naar kijken van mijn ouders, omdat het te rechts en te imperialistisch zou zijn. En agressief. Mijn ouders die vonden Donald Duck altijd vrij agressief. Ook met zijn gezichtsuitdrukkingen, et cetera. En ja, wat hij dan deed aan sociaal gedrag. Wat vind je daarvan? Donald Duck is op een bepaalde manier een heftig karakter. Maar het zijn denk ik wel karaktereigenschappen waar een kind zich in kan vinden. Ik bedoel, welke vierjarige heeft niet soms een enorm woedeaanval? Ik zou dat geen agressie willen noemen. Dat is gewoon de mens in zijn rijkste gevoel, zeg maar. Wat betreft echt agressie, dat komt nou juist eigenlijk in de Donald Duck niet voor. Er zijn eigenlijk nauwelijks gevechten. De zware jongens eindigen altijd gewoon bij de politie. Wat dat betreft blijft de strip daar juist verre van. Ik vind Donald Duck eigenlijk best oké, maar dat ik nou wat gemist heb in mijn jeugd, dat niet. Dit was Kunst, tot volgende week.